Take me home. Even een resume. Martijn? Ja? Jij bent een man onder de 40. Tenminste, in Menno & Co. het spel. Je bent een celeb. Nou, in het echte leven trouwens ook, hoor. Dat even terzijde. Dat zou je misschien niet denken, maar het is wel zo. Je bent bekend van tv en muziek. Ja. Uitgesproken mening. Je bent leuk en heel schoon. Ja, dat is dat waar wat we net allemaal hadden. Wat zeg je dat toch mooi, ja. Ja, het is ook allemaal waar. Het is ook inderdaad allemaal op Martijn van toepassing. Maar we spelen Menno & Co. Dus hij heeft een kaartje getrokken. Op dat kaartje allemaal categorieën. En hij is categorie celebrity. Ja. Even kijken wie we hier hebben. Goedenavond, Q-Music. Hallo? Hallo? Met Chantal. Hey Chantal. Wie denk jij dat Martijn is? Dries Roelvink. Dries Roelvink? Nee. Die zoon van hem, hoe heet die? Dave bedoel je, maar die ben ik niet. Nee. Sorry. Oh, ja. Dankjewel Chantal, fijn weekend. Okay. Hoi. Doei. Hoi. Niet Dave of Dries Roelvink. Goedenavond, Q-Music. Ja, hallo, mijn Freddy. Hey Freddy. Hoi, goeiedag. Ik denk dat het Ali B is. Oh nee, is niet goed. Sorry. Okay. Maar leuk geprobeerd. Oké. Okay. Dankjewel nou, Freddy. Hoi. 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 Goedenavond, Q-Music. Hallo? Met Dorien. Met wie zeg je? Met Dorien. Dorien. Wie Hoi. Denk jij dat Martijn is? Ik denk dat het Johnny de Mol is. Nee. Nee, sorry. Het is niet goed. Oh, ik... Helaas. Je wist het zo zeker, maar het is niet goed. Nee, jammer. Jammer. Kun je nog even een hint geven, Martijn? Ja, ik zit te denken. Hij kan heel goed stilstaan. Hij kan heel goed stilstaan. Wat is het nou voor hint, joh? Je mag niet aan zijn haar zitten. Je mag niet aan zijn haar zitten. Hij kan goed stilstaan, maar niet aan zijn haar zitten. Nou, even kijken. Ja. Nee, doe het ermee. Goedenavond, Q-Music. Hallo, met René. Hey René. Wat denk je? Ik denk dat het Dave, hoe noem je hem? Roy Donders is. Roy Donders? Nee, had hij gewild. Dus niet zo. Nee. Ach, nee jammer. Nee. Jammer, dankjewel. Nee. Oké, okay, doei. Doei. Hij strijkt trouwens zijn bank, zag ik in een tv-programma laatst. Hij strijkt zijn bank. Is dit nou toch? Het is echt waar. Hij strijkt zijn bank. Hij was dat hebben we van mij gezien, ja. Ja. Maar ik weet niet meer wie dat was. Misschien dat er iemand is die je kan helpen. Even kijken. Goedenavond, Q-Music. Ja, goedenavond, met Anna. Hallo Anna. Wie denk je dat Martijn is? Ja, of hij zijn bank strijkt, ik heb geen idee. Maar? Maar ik denk Dre Hazes junior. Nee, is niet waar. Nee. Nou, dankjewel. Hij is wel moeilijk hoor. Ja, hij is onwijs moeilijk, hè? Vind ik ook. Echt wel. Ik weet echt nog helemaal niks. Hij zat ook in Ranking the Stars. Hij zat ook in Ranking the Stars. Ranking the Stars. Nee, ik heb geen idee. Nou, dankjewel. Ja. Fijn weekend. Oké, doei. Goedenavond, Q-Music. Hallo? Hallo. Hallo, Danielle. Hey, Danielle. Hi. Ja, nou weet ik het niet meer zeker door al die hints, maar ik denk Jules Dilder of zo, van die Robijnse reclame. Jules Dilder? De dagburgemeester van Rotterdam. Ik ben Jules Dilder, ja, gezellig. En dat is in het zwart gekleedjes, weet je. Ja. Nee, daar ben ik niet. Oh, is ook nee, niet goed. Nee, het is een Amsterdammer. Oh. Maar op dit moment. Dankjewel. Ja, en Jules Dilder is dat niet. Nee. Dankjewel. Dankjewel. Even kijken. Goedenavond, Q-Music. Goedenavond. Hi. Hallo. Ik ben Ferry Doegens. Wie ben je? Tanne van Nispen. Wat zeg je? Tanne van Nispen. Dat is goed. Dat je Ferry Doegens zegt, want dat ben ik ook. Ja! Het duurde even. Hé, maar dan heb je weer wat. Tanne, gefeliciteerd. Ja, bedankt. Je mag kiezen of airsoften in Nijmegen, Ermelo of Rijkenvorsel met 8 vriendinnen of vrienden. Plus 75 ballen per persoon aangeboden door www.fundustry.nl. Of een proefles skiën voor 2 personen bij de Uithof in Den Haag. Of een indoor skydive voor 2 personen bij indoorskydive.com. Ja, ik ga voor airsoften. Je gaat voor airsoften. Oké, nou blijf hangen voor je gegevens. Gaan we het allemaal noteren en in orde maken. En dank je wel. Goed gedaan. Ja, super cool man. Bedankt. Wil je de hints nog weten? Ja, leg de hints nog heel schoon, goed. Schoon, zeep. Hij was een soapie inderdaad. Zat een beetje in de stars. Jongen, kan goed stilstaan. Jongen. Hij was ooit Nederlands kampioen levend standbeeld. Je mag niet als haar zitten. Niet. Bij Peter van der Voorstel zie je van die niet dat hij zijn bank aan het strijken was. Ja, en in Kennen, want dan komen we wel eens tegen op plekken. Wat voor plekken? Muziek graag. Nou, heel goed. Ferry doet het.